is zondag 31 juli. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Feestelijk en probleemloos verlopen zomercarnaval. Nieuwe Harry Potter na 9 jaar. Ongeduldige fans in Rotterdam. En Feyenoord maakt zich op voor de Johan Cruijffschaal. Excelsior en Sparta oefenden nog. En alvast kort het weer. Maandag is het wisselend bewolkt en er kan een bui vallen. Er is ook kans op af en toe zon. De wind is matig uit west-zuidwest en het wordt 21 graden. De straatparade van het zomercarnaval zorgde zaterdag in Rotterdam weer voor spektakel met ruim 2500 dansers en danseressen, tientallen praalwagens en carnavalsgroepen. De deelnemers aan het zomercarnaval waren dit jaar extra gemotiveerd omdat de straatparade vorig jaar werd geschrapt vanwege een zomerstorm. Geschat wordt dat 650.000 bezoekers op de stoet afkwamen. Het evenement was na aanslagen in Frankrijk en Duitsland strenger beveiligd. De politie sprak na afloop van een gezellig, feestelijk en probleemloos verlopen evenement. En na deze nieuwsuitzending een uitgebreide terugblik op het zomercarnaval. De fans hebben er maar liefst 9 jaar op moeten wachten. Deel 8 van de Harry Potter boekenserie. Harry Potter and the Cursed Child ligt vandaag voor het eerst in de winkel. Boekhandel Donner in Rotterdam was daarom speciaal omgedoopt tot de toverschool Hogwarts. Als boekhandel Donner om 11 uur open gaat, staan de Harry Potter fans al te popelen om naar binnen te gaan. Ik ben professor Trelawney en ik voorspel vandaag voor u de toekomst. En ik ben professor Anderling, ofwel professor McGonagall, en ik geef Transfiguration. De gekte barst aardig los, hè, de Harry Potter gekte. Ja, maar ik voorzie wel problemen hoor in mijn glazen bol. Ja, dat gaat nooit goed aflopen, denk ik. Nee. De fans hebben veel te lang moeten wachten. Heel erg lang. Heel erg lang. Sinds ik deel 7 uit heb, heb ik eigenlijk gewoon gehoopt dat er ooit een boek zou komen over deze generatie. Waarom vind je Harry Potter zo leuk? Wat is er zo mooi aan? Nou, het is gewoon een soort deel van mijn leven geworden. Het is een andere wereld en ik voel me erin thuis. De boekhandel maakt er een echt feestje van. Met een beloning voor de fans met de beste outfits. En lessen die passen bij Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Je wordt een tovenaar of heks die niet kan toveren. We gaan potions maken en we gaan kalligraferen. En hier op de afdeling zijn fotomomenten en allerlei lekkere snoepjes. Er is genoeg te doen de hele dag door. Even voor de niet-Harry Potter fans, wie moet jij voorstellen? Dobby, de huiself. Je bent een heel groot fan volgens mij. Ja. Ja, en nou als Harry Potter fan hier... Mag je niet missen natuurlijk, hè? Ze vindt het wel prima, hè, of niet? Ze vindt het hartstikke prima. Maar uiteindelijk draait het toch allemaal om het boek. Ja. Morgen is hij uit, toch? Denk ik wel, ja. Dat sluit ik inderdaad niet uit dat hij gewoon vanavond of ergens vannacht gewoon al weer uit is. Dankjewel. Op steeds meer plekken wordt gebruik gemaakt van crowdfunding. Het inzamelen van particulier geld voor een investering. Melkveehouders Iris en Simon van Leeuwen uit Heenvliet begonnen er ook aan en haalden via crowdfunding bijna 6.000 euro op voor een nieuwe melkautomaat, waardoor straks iedere passant die van verse melk houdt een flesje kan tappen. Bij deze koeien geven we wel melk, toch? Ja, deze koeien geven melk. En deze melk willen Iris en Simon niet meer alleen voor zichzelf houden. Ze starten een crowdfunding. Met deze benefietdag als hekkensluiter. Je bent helemaal niet bang? Nee. Ze zijn zo groot. Ja, maar van dichtbij kan ik ze wel aaien. Ja. En vind jij geloof ik ook lief. Hij ligt hier aan je shirt. Hoeveel mensen hebben jullie al bezoek gehad? Ja, misschien 100 nu al. Het is nu 1 uur, dus we hebben nog 2 uur te gaan. Dus. 2 uur te gaan? En hoe is het met de teller? De meiden bij de ingang zeiden net dat er 120 euro was opgehaald. Die 120 euro halen ze binnen door bezoekers te laten picknicken in de wei, fotoshoots te laten doen met echte koeien en rondleidingen. Drinken jullie zelf ook graag verse melk? Nou, nee. Ik moet ook altijd wel een stukje overwinnen dat ik denk van, oh ja, niet gepasteuriseerd. Maar ik denk wel dat we een fles mee gaan nemen. We hebben net al geproefd en meteen wat geld gedoneerd. En ja, superlekkere melk. Dus we hopen dadelijk een flesje melk mee naar huis te kunnen nemen.
De boeren hopen dat ze begin september het melkhuisje op het erf hebben staan. Supermarkten, haal uw melkschappen maar leeg. Heerlijke melk die onze dames elke dag met heel veel plezier produceren. Hopelijk op een goede afloop. Proost. Proost. Rozenburg is dit weekend in de ban van modelvliegtuigen. Op de Landtong houdt een plaatselijke vliegclub demonstraties en wedstrijden. Gevechtstoestellen van het Engelse en Amerikaanse leger, oude dubbeldekkers, maar ook perfect gedetailleerde straaljagers scheren voorbij. En helemaal nieuw zijn de wedstrijden met drones. Ze noemen het modelvliegtuigen, maar klein zijn de vliegtuigjes hier niet echt. Sommige toestellen hebben een spanwijdte van meer dan 2 meter. En ook qua prijsklasse is hier van alles te vinden. Toestellen van een paar honderd euro tot exemplaren van duizenden euro's. Ja, de meeste mensen verwachten dit niet bij de term modelvliegtuig. En dit is eigenlijk waarom wij dit doen als club. Omdat we zijn eigenlijk wereldbekend in zo'n doelgroep. Als je hiervan houdt, dan ken je ons eigenlijk. Maar we zitten in Rozenburg. En in Rozenburg weet eigenlijk niemand dat het grootste modelvliegveld van Nederland, dat gewoon in hun achtertuin zit. Ja. Hij is inderdaad helemaal schaal. Ja, alle details die erop zitten, die komen helemaal overeen met het echte toestel. Dus het ziet er ingewikkeld uit, maar het is goed te doen. Ja. Maar ik neem aan dat je dit niet als eerste toestel moet hebben, toch? Nee, het is absoluut geen beginnerstoestel. Maar als je eenmaal wat gevorderd bent en je begint met jetvliegen, dan is een F-15 een goede keus. Hoe mooi die gedetailleerde vliegtuigjes ook zijn, de toekomst is misschien wel voor dit soort drones. Hiermee worden namelijk al complete wedstrijden gevlogen. De vlieger krijgt beelden van een camera aan boord rechtstreeks op zijn computerbril geprojecteerd. En dus vliegt hij als een echte piloot. I think it got popular this year. There was a drone championship in Dubai, a Sheikh promoted this and it's really getting bigger now. Yeah, in Dubai there was a prize catch from $1 million and a young kid from the UK won it. Het is, gisteren was het druk, ontzettend veel vliegers. Vandaag iets minder vliegers omdat het vanochtend iets minder weer was. Maar dat mag de pret niet drukken. Er staat genoeg in de wachtrij, die wordt continu aangevuld. Gaan we sporten met Ruud van Os op de redactie. Ruud, want het voetbalseizoen gaat vandaag van start en dan is Rijnmond er natuurlijk bij. Uiteraard, en het gaat gewoon weer lekker beginnen vandaag met de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen Feyenoord en PSV in de Amsterdam Arena. De wedstrijd begint om 6:00 en is in zijn geheel te volgen natuurlijk op Radio Rijnmond. En vanaf 9:00 blikken we terug op die wedstrijd. Dat doen we dan op TV Rijnmond in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van FC Rijnmond. En aan tafel bij gastheer Frank Vijg zitten dan Emiel Schelvis en Jan Boskamp. En terwijl voor Feyenoord het vandaag dus echt begint, speelden de andere profclubs uit de regio dit weekend nog oefenduels. En dat was geen doorslaand succes, moet ik eerlijk toegeven. Excelsior oefende op Woudenstein tegen het Spaanse Espanyol. Het verloor met 3-0. En Sparta op het eigen kasteel tegen eerste divisieclub NAC. Het kwam niet verder dan 2-2. Het oefenduel met NAC wordt gespeeld tijdens de familiedag van Sparta. Zonder de geblesseerde Verhaar, Van Morsel, Goodwin en Bronjo. En er kwamen tijdens de wedstrijd nog blessures voor Dumfries en Bergkamp bij. Na een half uur 1-0, Zakaria El Azouzi. Hij zou ook later de 2-1 voor de Rotterdammers voor zijn rekening nemen. Maar ook defensief geklungel bij Sparta. Dit is Cyril Dessers, hij maakt de 1-1. Sparta-NAC zou uiteindelijk eindigen in 2-2. Dan naar Woudenstein, waar Excelsior de voorbereiding afsluit met een oefenduel met Espanyol, de nummer 13 van Spanje. Die komen op 1-0 voor. Blunder Tom Muiters, bal rechtstreeks vanuit de hoekschop, de goal in, doelpunt te maken Reyes. Maar ook de verdedigers van Excelsior gaan de fout in. Dit is Owusu, wordt in de problemen gebracht door Matthij en Baptistão maakt de 2-0. Excelsior zou uiteindelijk verliezen met 3-0. En wie alle doelpunten van Sparta en Excelsior wil zien, die moet nu even naar onze website gaan of morgen kijken naar Sportclub Rijnmond. Dordt, dat oefende gisteren ook, FC Dordrecht tegen Volendam, het verloor met 1-0. En meer over dat voetbal, ik zei het al eerder, om 9:00 in FC Rijnmond. Dankjewel, Ruud. In Oostvoorne vond zaterdag traditiegetrouw de Boerenboeldag plaats. Op het terrein van de duinhuisjes werden oude boerenspulletjes geveild. Er zat veel belangstelling voor de dag en voor de veilingmeester. Een groene, grote groene fles. Daar gaan we, 4 euro. Daar geboden, 4 euro. Wie meer dan 4 euro? 4 euro, 6 euro. Wie meer dan 6 euro? En vooral mevrouw, die wil een kastje hebben, geloof ik.
Dat staat er ergens, ik weet niet hoe het heet. Theekastje. Maar eentje ervan? Ja, er zijn er één van. Dus even afwachten als hij aan de beurt is en dan gaan we bieden. Je moet andersom, Leen. Zo zit je erop te bidden, ja. Die zinken kuipjes, daar willen we ook nog wel een keer op bieden straks, denk ik. Ik herken veel dingen en vind het leuk om te zien wat er allemaal gaat. Je herkent veel spulletjes die onder ramen gaan. Die echt nog zoals ze gebruikt werden vroeger. Zodra u zwaait, is dat een bot. Dus al komt er nog zoveel luis uit de boom, het is zomaar een leuk hebben dingetje. Daar gaan we. Vier. Hier geboden. Wie meer dan vier? Zes. Wie meer dan zes? Acht. Wie meer dan acht? Eenmaal. Andermaal verkocht nummer 22. Heel veel dingen dat gebruik je helemaal niet meer. Dus dan zet je voor sier in je huis neer. En dat is net zo met zo'n theekastje. Nou ja, we gaan het zien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws voor vandaag. Meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een heel mooie dag verder. Dag.